Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Haak me toen ook helemaal niks. Viel me smerig tegen. Daar hoorde ik heel goede verhalen over. Maar ja, van maar Pelopessie was al aardig, toch? Dat is me niet zo opgevallen, moet ik eerlijk zeggen. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Ja, en zonder William Pomp, die is nog op vakantie. Maar met een waardig vervanger, Simon Bosma. Die afgelopen twee duels... het verslag heeft gedaan van FC Groningen. En de oud-clubwatcher van FC Groningen zit er ook. Jan Mennega. Met een mooi t-shirt. Met een schitterend t-shirt. Ja. Wie staat erop, Simon? Garincha. Het kleine vogeltje. Hè? Het kleine vogeltje, ja. Manuel dos Santos. Hè? Dat was die Braziliaan natuurlijk bijnaam. Ja. Ja, ik heb hem eigenlijk amper gezien. Hij was erbij in 1958. Mm-hmm. Toen Brazilië wereldkampioen werd in Zweden. Was hij erbij. En toen werden ze toen werden ze kampioen in Chili. Ja. En toen was hij dus... Pelé was natuurlijk de beste speler van de wereld. Ja. Gold hij altijd, weet je wel, Pelé. Totdat Maradona kwam. Maar goed, Pelé was dan de beste speler van de wereld. Maar goed, in Brazilië, daar was ook Garrincha. Er was ook een hele categorie van Garrincha de beste. En toen raakte Pelé geblesseerd in dat toernooi in Chili. En toen heeft hij eigenlijk Brazilië in zijn eentje wereldkampioen gemaakt. Ja. Hij was ook geweldig populair. Maar het was natuurlijk wel een treurige figuur. Figuur. Een drankprobleempje. En hij zat ook een beetje lichamelijk ook bijzonder in elkaar natuurlijk. Want hij had zijn ene been, zijn linker stond naar binnen gedraaid en zijn rechter naar buiten. Of andersom. Ja, één X-been en één O-been. Ja, zo was het. En één van zijn benen die was ook 6 centimeter korter dan de andere. Maar zijn rechter naar buiten, zie ik. Ja, nou, het kan zijn. Maar het was een waanzinnige speler. Een buitenspeler was het. Jacques Zwart zal er nog... Die zal er een puntje aan kunnen zijn. Zou ik zeggen. Maar goed, en ja... Garincha was het. En in Brazilië was het heel populair. Hij had een geweldig drankprobleem natuurlijk. Ja. En met allerlei vrouwen was hij ook in de weer. En hij geloof ik 13 kinderen gehad of zo. Ja. En hij stierf wel op heel jonge leeftijd. Ja. Op 49-jarige leeftijd stierf hij. Ja. En ja, het was een soort nationale rouwdag in Brazilië toen hij... Heb jij hem ooit zien spelen? Ja, ik enigszins. Maar goed, weet je, toen in Brazilië... Chili waren eigenlijk zwart-wit beelden. Kwamen nog een beetje naar ons toe. En dan was ik een jong ventje natuurlijk in die periode nog. Geen tv nog thuis? Geen tv nog thuis, denk ik. Ik heb ooit wel eens wat beelden van hem gezien. Maar niet Philip Bloemendaal echt. En het Polygoonjournaal. Dat, dat zal het wel zijn geweest. En daar gaat hij. Ja, Garincha. Met zijn korte beentjes. Ja, korte beentjes. Maar goed, Garincha was wel een fenomeen natuurlijk. Ja. Hoe je het ook went of keer. Dus ik vond het geinig. Hoe kom je dat shirt? Die heb ik gekocht in Spanje. Die zag ik ineens liggen in zo'n winkel met allerlei... Ja, met allemaal van die retro shirts allemaal. En toen keek ik er een beetje tussen. En toen zat ineens dit shirt tussen. Weet je wat, die neem ik mee, joh. Ja. Dus, wat vond je vrouw ervan? Ja, die moest ik allemaal uitleggen wie het was. wat doe jij nou, zei ze. Ja, ik zei, dat is Garincha. Garincha, zegt ze, nooit van gehoord. Nou ja, goed. Hij was eigenlijk linksbuiten, toch? Rechtsbuiten was hij volgens mij. Okay. Okay. Ja, maar goed, dat was een fenomeen. Ja. Je hebt ook aangetrokken om Paulus Abraham een beetje te invullen. Nou, ik zou zeggen, Paulus Abraham. Ik heb er lang over nagedacht. Dit was een van de moeilijkste bruggetjes ooit. Ja, van Garincha naar de keukenkampioendivisie en FC Groningen. Nou ja, ik heb dus, jij zat er ook, Simon. Ik heb het voor tv gezien dus. Mm-hmm. Nou ja, ik vond echt een wedstrijd van lik met vestje. Ik vond het... De tegenstander was het. Ja joh, er was toch helemaal niks. Die wedstrijd kan je ook niet serieus nemen. Moet in alle maar dat is precies, je kunt ook niet de kracht van FC Groningen kun je ook niet serieus afmeten op zo'n wedstrijd. Het was, ze speelden tegen een elftal van junioren.
Ja, en dan nog tweede keuze. Ik denk dat die of allemaal... Derde keuze. Ja. Het was de derde helft van PSV. Kreeg allemaal Rijksdaal ermee van een moeder ik van een zakje snoepen. Ik heb geen idee. Wedstrijd, en vanavond vroeg ja, in de bed. Ja, dit is allemaal goede voetballers. Lukini zegt dat ook. Goeie spelers. Ja, maar goed, maar duelkracht komen ze. Als je ziet hoe die gasten van ADO verdedigen en dit. Je komt bij ADO, kom je er gewoon niet doorheen. 16. En hier kom je er even een zetje en je komt er doorheen omdat je gewoon wat sterker bent. Ja. 16, 17 jaar, 18 jaar, weet je wel. Er waren een hele serie die maakte hun debuut in het betaalde voetbal. Je kon nog meteen zien dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet. Maar dan nog heeft FC Groningen, want dat viel me echt heel erg tegen, FC Groningen weer hoor, gisteren. Die heeft dan nog minder balbezit dan PSV ja, in die wedstrijd. Hè? Dat is toch ongelooflijk? 65%. Dan ben je toch, 55% van PSV. Ik weet het niet precies, PSV hebben meer balbezit. Maar dan denk je toch, jongens, als je nou toch wat wil als FC Groningen. En pak ze aan en veeg ze helemaal van het veld af. Ja. En dat doe je het publiek ook wat een beetje een plezier mee. Deze eerste helft natuurlijk wel goed. Laten we eerlijk zijn. Ja, toch? Toen maakten ze vier goals. Ja. Jawel, maar die werden ook een paar keer flink bij geholpen bij die goals ook nog. Trouwens, die eerste goal was gewoon massatje. De tweede werd ook weggegeven door zo'n jongen. Die gaf ineens die bal weg. Dat was Unieke, hè? Dat was zoon van Peter Unieke. Dat deed. Dat vond ik wel grappig. Ja. Maar goed, en dan in de tweede helft doet Groningen echt... Die laat het gewoon een beetje gaan. En die vindt mooi 4-0. Dan denk je... publiek is al jarenlang hebben ze niks laten maar zien. Heb jij wel eens een wedstrijd gezien waarin een ploeg dan na 4-0, waar het klaar is, en dat ze een beetje moeilijk daarvoor hebben gehad, dat ze na 4-0 even doorstoten naar 8 of 9-0? Nee, maar dat bestaat toch niet? Dat gebeurt toch nooit? Ja, maar dat hadden ze nu wel even moeten doen. Ja, dat was heel goed geweest voor Kevin van Veen. Die had zijn kans gehad om van Veen, te scoren, dacht van ik. Van Veen viel mij ook weer tegen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik zie daar geen spits... Nee. Die echt op jacht is naar doelpunten. Een paar goede kansen gemist ook. Nou ja, had hij nog een keer had hij een beetje pech. Hoe ziet een spits eruit die op jacht is naar doelpunten? Nou, wat is het verschil dan? Met de... Ja, dan zie ik gewoon die gretig is voor de goal. En die, die er van alles aan doet om te scoren, weet je wel. En hij heeft dan gezegd, hij wilde 30 maken. Dat was ook toestand inmiddels. Nee. Maar goed, dan denk ik, dat is nou een wedstrijd waar hij... een stuk of 3-4 goals toch wel had kunnen maken. Ja, zeker. Ik dacht ook, toen het 2-0 was, ik denk, dit is mooi voor Van Veen. Dus dat viel me ook niet mee. Nee. Maar en ik vond Groningen ook heel tegen. En de tweede helft, man, dat doe er wat aan. En laat het publiek wat zien, maar dat gebeurde helemaal niet, joh. En dan denk je, jongen. Ja. Tegen een elftal van helemaal niks, hè. Derde elftal van PSV. Ja. Ik vond vooral een beetje... ze komen op 1-0. Na een hele moeilijke wedstrijd tegen ADO. Sta je op 1-0, krijg publiek mee. Met heel veel massa krijg je die bal. Die prust die doelman er zelf in. En vervolgens geven ze nog even 3 kansen weg op rij. Hè? Aan jong PSV. Ja. Een jongen die door het centrum komt. Die mag zo vrij schieten. Dan komt er nog een voorzetje aan corner als ik het wel heb. Daar staat dan niemand van PSV voor. En dan gaat die nummer 7, die rechtsbuiten. Die kan met links zomaar schieten. En die schiet gewoon slecht. Dat is gewoon geen beste voetballer. En dan... Nee, maar goed, die voetbalt allemaal 100 keer beter dan ik. Maar dat zijn goede jongens. Maar die schiet die bal gewoon heel ver over, geloof ik. Maar als je dat een beetje goede voetballers hebt, dan staat gewoon 1-1. En dan heb je wel een probleem. Ja, dat vond ik wel typisch FC Groningen. En dan komt inderdaad door zo'n balverlies, komen ze spelen het goed uit. En dat vond Lukien ook een afloop, maar dat vind ik ook terecht. Ze spelen die ballen in de eerste helft wel aardig uit. Het was nog 2 keer te kunnen scoren, volgens mij, met die bal van Abraham tegen de paal. Ja. Maar het tekent wel een beetje de zwakheid van FC Groningen. Dat ze het zo ver laten komen dat er bijna 1-1 valt. Ja, tegen zo'n ploeg. Zeker. En er waren aardige goals bij. Die van Abraham was een mooi goal. En van Veen die schoot er ook goed in. Ja. Maar ik vind de tweede helft vond ik ook weer zo teleurstellend. Dan denk ik, jongens, kom op man. Dan gebeurt er niks. Waar ligt dat dan aan? Ja, ik heb geen idee. Wat het dan nee. Zijn het de spelers? Is het de opstelling? Is het Lukien? De opstelling niet. De opstelling vind ik niet. Daar ligt het niet aan. En de spelers, die vallen me tot dusver niet mee hoor. Moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar natuurlijk als je 4-0 voor staat, dan is er niet meer de echte drang om te scoren. Dat is het. Ja, die jongens zijn snel tevreden. Dat kan ik in allerlei situaties wel voorstellen hoor. Maar nu eventjes niet. Als je zo slecht gepresteerd hebt de afgelopen periode, dan denk ik, moet je eventjes, jongens, pak de boel even goed bij elkaar. Zo denken die jongens niet meer, Jan. Die denken kat en bakkie en volgende wedstrijd, we hebben 3 punten gepakt. En de trainers kon ze kennelijk ook niet zo ver krijgen. Nee, hij bracht Pelopessi en Touray in. Hè. Die bracht Touray viel ook vuur. Had van Touray ook helemaal niks. Viel me smerig tegen. Daar hoorde ik heel goede verhalen over. Maar Pelopessi was al aardig, toch? Die is me niet zo opgevallen. Die stond afgelopen bijna te stuiteren in de spelers. Die was ontzettend blij dat hij eindelijk weer een keer speelt. Dat vind ik ook heel mooi en
eigenlijk ontwapenend van zo'n jongen die al hele... Die al heel veel meegemaakt. Ja, dat is natuurlijk, die heeft heel veel meegemaakt. Ja, die stond echt als een klein kind, alsof hij zijn debuut had gemaakt. Ja. Dat was zo blij, hoor. Dat vond ik echt heel mooi. Ja. Nou, daarvoor, daar hebben we ook een lezersvraag over. Jeroen de Vries, die heeft meerdere vragen. Dus die gooi ik ze meteen allemaal maar in. Want die had het ook over Pedopes. Die zei, met Pedopes, je kwam er naar mijn mening veel meer diepte in het spel. Moet hij niet eens gaan starten in plaats van Bakuna? Bakuna vindt hij veel te traag. Ja. Komt er, dat, nou, dat kan ik wel. Ik vond dat Pelopes iets aardig deed. Ja. Heel goed deed zelfs. Ja. En dat vond hij zelf ook. En het is ook wel een jongen die daar wel heel redelijk in is, volgens mij. Als hij iets slechts speelt, dan weet hij het ook wel. En Bakuna is inderdaad, vind ik op het ogenblik niet. Bakuna, die lijkt mij ook niet afgetraind. Nee, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik... dat wil ik zeggen. Henk Kok daar laatst ook. Die vond het inderdaad. Oh, okay. Die had daar ook een heel betoog over. Ik had niet het idee dat hij afgetraind was. Nee. Maar goed, dat vond ik moeilijk om dat op tv helemaal goed te zien. Maar ik had zo af en toe denk ik, kan er wel iets af volgens mij. Dus, valt hij ook tegen tot nu toe? Valt me ook niet mee. Maar het hele elftal valt me niet mee. Nee. Welke speler is er eigenlijk niemand die me meevalt bij Want zo zijn er ook want dat vraagt Jeroen ook en daar las ik meerdere berichtjes ook over op X of Hoven niet wat hoger moet gaan spelen. Hoven die scoorde natuurlijk in Noorwegen aan de lopende band, dus daar staat nu wat verder naar achter. Heel vaak wordt hij daar neergezet. Nu moet hij niet wat dieper staan. Is dat iets? Ja, ik weet niet of daar het nu aan ligt dat het zo matig gaat begroten. Maar waar dan wel aan? Nou, waar ligt het wel aan? Na de wedstrijd tegen ADO zei Lukien weer van... het is nog een open wond dat van voor seizoen. Ik weet niet hoe slim dat nog is om te zeggen. Want dan wordt het ook weer een dingetje misschien bij die spelers. Nou ja, ze hebben ook niet heel veel scorend vermogen bij Groningen. Hè? Kijk, tot dusver. Kijk je naar het elftal, dan zie je dat ook een... Allerlei spelers die helemaal niet zoveel gescoord hebben in de loop der jaren, laat ik het zo zeggen, staan niet grote aantallen doelpunten achterna. Op Kevin van Veen, weet je wel. Dus die hebben ze dus gekocht voor de doelpunt, maar die maakt ze niet. En Hoven heeft ook veel gescoord. Hoven heeft ook wat gescoord, dat klopt. Maar die Kevin van Veen maakt ze dus niet. Mm-hmm. Dus als hij het ze niet gaat maken, wie moest ze dan maken? Ja, Hoven zei jij. Ja. Maar verder, Pedro Pessi is geen scoor. Van Lent is niet een jongen die veel doelpunten maakt. Abraham heeft amper gescoord. Voor het eerst in 2 jaar gescoord was het, geloof ik. Goed. En zo, noem maar op. Daar vond ik van het begin af aan al. Ik denk, je hebt eigenlijk maar 1 scorende jongen erin. Dat is Van Veen. En als die het af laat weten op een of andere manier, dan wordt het wat ingewikkeld. Buiten dat, als je ziet dat Groningen wordt door heel veel ploegen nog steeds als titelfavoriet bestempeld. Dus je zullen meer ploegen, net als ADO daarna, gaan inzakken. En dan krijgen ze gewoon minder ruimte. En als je dan Hoven meer naar voren zet, dan loopt hij zich ook een beetje... Dan wordt de ruimte alleen maar kleiner. Dus het lijkt me veel slimmer juist om dat niet te doen. Maar ik ben geen trainer. Misschien ook wel punt inderdaad. Ja. Het is, Groningen was voor mij natuurlijk ook de titelfavoriet voor het seizoen aan. Ja. Maar daar hebben ze op dit moment totaal niet waargemaakt. Nee, vind ik niet. Maak je er zorgen al over of niet? Ik maak me geen zorgen over FC Groningen, kan ik je vertellen. Maak me zorgen over andere dingen. Maar niet over FC Groningen. Ooit komt dat ook weer goed met Groningen natuurlijk. Daar ben ik van overtuigd. Maar als het niet dit jaar is, dan is het volgend jaar wel. Dat gaat een keer weer goed komen. Gaan wij dat nog meemaken? Jan? Ja, wij gaan het meemaken. En zijn we heel snel het loodje leggen, Simon. Dat hoop ik toch wel. Ik heb ook niet zo... ze hebben dit seizoen nog steeds... Voor mij is gewoon nog steeds de voornaamste... En dat is eigenlijk gebaseerd op... Op de naam FC Groningen. Dat is daar heel gebaseerd. Maar op dit moment niet op het spel of op de spelers en zo. Dus dat is een beetje link. En ik ben wel voorstander van Lukien. Daarom, je bent al die jaren heb jij... Absoluut. En jij vindt ook dat Lukien naar FC Groningen moest. Daar sta je dus steeds waarschijnlijk enorm achter. Tuurlijk, ik vind van Lukien een prima trainer van FC Groningen. Ja. Maar hij heeft de helft nog niet aan de loop gekregen. Nee, dat moet ik erbij zeggen. Ja. Dat is, er gaan ook meer ploegen zoals Jong PSV komen. Hè? Dus ze hebben natuurlijk al een paar redelijk sterke ploegen gehad. Ik denk dat je die play-offs die ga je toch echt wel halen. Ja, de play-offs gaan ze zeker halen natuurlijk. Ik sprak gisteren nog een collega, Ernst Slachter. Die zei, het gaat er gewoon om dat je in de laatste week even presteert. Dat gaat toch bijna in die die play-offs die haal je toch wel. Nee, maar daar gaat natuurlijk daar zit wel wat in natuurlijk. Dat vind ik maar betrekkelijk. Het gaat niet om de play-offs halen. Het gaat om
eerste of tweede worden. Ja, dan promoveer je. Nee, tuurlijk. Kijk, de play-offs halen, die gaan ze halen. Dat kan als bijna niet anders. Dan moet je al helemaal... Als dat niet gebeurt, dan stopt er helemaal mee. Ja. Maar ze moeten één of twee worden. Daar hebben ze zichzelf opgelegd. Ja. Nee, maar daar gaat het ook om. Ja, maar je voelt toch die druk. Dan promoveer je. De directie kan niet anders dan dat roepen. Maar wat gebeurt er met die spelers bij ADO Den Haag? Daardoor komt volgens mij ook die verkramping naar zo'n tegentreffen. Zoveel druk op de jongens dat ze denken, oh shit, gaat weer fout. Ja, maar ik vind het ook druk. Maar het is ook moeilijk om dat anders te doen. Want als club wil je ook gewoon, moet je ook eerlijk zijn. Moet je ook gewoon zeggen, wij willen gewoon kampioen worden. Ga niet zeggen van... Tuurlijk, dat moet je ook zeggen. Dat is een beetje een lastig pakket, denk ik. En dat is gewoon het eerste jaar waar je dan in zit. En je wordt als titelfavoriet gezien. En daar moet je mee omgaan. En ze allemaal jonge jongens, van allemaal... Ja, ik stond gisteren met die Abraham te praten. Ja, dat is gewoon een jongetje nog, hè. Dat is 21 jaar, joh. Daar kun je niet van verwachten dat hij... Maar er zijn ook wel oudere jongens natuurlijk. Hè. Ja. Je hebt Rente, je hebt Balker, je hebt de keeper, je hebt Van Veen. Ja. Wie nog meer? Dat zijn allemaal jongens. Die zijn dat zijn allemaal geroutineerde jongens. Bakuna, weet je wel. Er zijn ook wel wat jonge jongens bij. Maar goed, dat heb je in alle elftallen. Ja. Maar ik vind niet dat Groningen... Ik kan zeggen, het is allemaal heel jong elftal. Als je dit zegt, ziet dat dit is totaal niet ervaren. Nee, maar goed, Abraham Jegers... Wie me ook zo tegenviel. We zijn niet klaar. Oké, doe maar dan. Die Emerand. Of hoe heet die? Emerand. Ja, die was slecht gisteren. Man, en die werd met... trompet geschouw en werd die binnengehaald. Die ook door de supporters. Dat was op een gegeven moment de nieuwe Manchester ster. Manchester United. Ja, ik kan ook wel voetballen. Maar dan denk ik ook. Toen die Emerand kwam, denk ik. Ja, maar waarom, als hij nou goed is. Hè, waarom is er dan niet een of andere lagere Engelse club die hem overneemt? Dat begrijp ik dan niet goed. Nee. En dat je hem gratis krijgt van Manchester. Maar begrijp je het nu wel? Nou, ik kan er nou enigszins in komen. Maar kijk, ik wil hem ook niet beoordelen op zo kort. Want ik heb hem daar eigenlijk nog veel te kort voor gezien. Maar hij viel mij echt wel heel erg tegen gisteren. Ja. Ja, iemand hier, laten we misschien moeten het opdraaien, Jan. Neem hem even als. Ja, je pakt de krant er nu even bij. Hey, maar als je zo'n jongen al gratis krijgt van Manchester United, dan weet je toch... Daar is, nee, natuurlijk. Dat kan toch niet? Nee, natuurlijk. Eigenlijk is het niemand die hem mee kan. Je bent zo even langs gaan. Nee, niemand. Dat is... ik. Mette? Abraham deed toch wel aardig gisteren. Maar goed, hij had hem... Ja, maar daar is zoveel kritiek op geweest op die man. Dat hij altijd die eerste actie goed, tweede actie niet. En dat deed hij nou... Ja, vond ik echt goed. Hij, zo voelde hij het zelf. Waarom ging hij eruit? Ja, waar was dat de reden van? Ja, omdat hij nog niet helemaal lang een wedstrijdje kan spelen. Nou, we zijn bijna in oktober, man. Jij vond hem wel slecht. Ja, we zijn in oktober. De competitie begon in wanneer? Eind augustus? Nee, begin augustus. Ja, begin augustus. Was geblesseerd weer steeds natuurlijk. Ja, knie. Nog steeds. Ja, oké. Operatie gehad. Ja. Dan zeg ik er niks over. Maar wat jij sprak hem gisteren, Abraham? Ja, nee, hij voelde het ook wel als een soort bevrijding. Dat is logisch, weet je. Ja. Hij voelde dat die jongen, die leest het natuurlijk ook wel. Die hoort het ook wel. Nou, dat is een mooie goal. Hij maakte echt een mooie goal. Een goal waarvan je zegt, die jongen kan voetballen. Als je ziet hoe die erin schiet. Maar op de training ook. Ik zat afgelopen week op de training ook. Denk, hij kan echt goed voetballen. Ja. En dan maakt hij niet alleen die eerste actie waarbij die iemand passeert. Maar dan schiet hij ook die bal gewoon echt mooi binnen. Ja, mooi goal. Dus hij kan het wel. Maar in de wedstrijd is dat een soort verkramping. En dat had hij ook. En dat vertelde hij ook. Dat is nu... dat is heel fijn dat dat nu lukt met al die supporters. Ja. En daar was hij gewoon blij om. Ja. Nou, dat is ook mooi toch? Hij kan het wel, maar hij moet alleen nog even laten zien. Dat is voor dit soort jongens. Dat geldt volgens jou voor iedereen. Hartstikke blij dat het team heeft laten staan. En voor dit soort jongens is dat natuurlijk belangrijk. Dat je nu een keer scoort. Ja. Toch? Ja. Had jij ook toen je 21 was? Zeker. Ja, toch? Ja. Tuurlijk, man. Peersman, nog iets over. Een 7 krijgt hij in de krant. Dat was dezelfde Jeroen de Vries was daar. Was het daar niet mee eens? Nee, dat zal best. Maar ik vind ook, dat geloof ik hoor. Ik zou je vertellen dat het best lastig is om een fluitje aan een verhaal af te leveren. Dus ik was ook blij dat er in de tweede helft... Ja, nee, absoluut. In de tweede helft niet zoveel te beleven was. Heb ik ook doorgegeven hoor. En hij gokte zelf ook dat op. Ik hoop dat ook lezers dat een beetje met... Zeker. Nee, absoluut. Weet je, als iemand een mooie goal scoort, dan krijgt hij sowieso een hoge cijfer. Ja. Ook al doet hij daarna een heleboel dingen over. Het is gewoon best ingewikkeld. Ja, begrijp ik. Maar goed, hij vond Peersman in ieder geval niks. Daarmee vindt hij jou wel weer in, denk ik, Jan. Ik neem aan dat jij Peersman ook niks vond. Ik vond hem ook niet best, nee. Nee, serieus. Maar goed, ik stem nogmaals. Ik heb wel begrip voor jou. Hij heeft geen goal tegen. Simon, ik heb hartstikke begrip voor jou. Want ik heb zelf ook dat soort wedstrijden gedaan. En daar valt er niet mee om. Het is een beetje natte vinger. Je zit er en je moet al die spelers beoordelen. En je moet
is de tijd die speelt een rol. Je moet het verhaal moet door, want ja. Dat is mm-hmm. allemaal moeilijk. Maar ik zit al rustig voor tv te kijken en ik zie Peersman heel veel verkeerde dingen doen. Dus ja, maar goed, daar heb ik ook al begin gezet. Ik begrijp niet waarom ze zo'n Peersman aantrekken, begrijp ik niet. Ja. Het is, die jongen heeft, bij Cambuur was hij ook, waren ze blij dat hij hem weg was, geloof ik. Daar. Ja, dus ik zie ook niet. Nou ja, ik zie dit gewoon niet. Heb je wel van reacties uit van Cambuur supporters toen FC Groningen hem haalde? Dat ze allemaal zeiden van vermoeide mee. Ik heb het nog niet gezien, nee. Peersman, laat ik het zo zeggen. Maar is het dan niet, hoe slecht is Blokzijl dan? Nou ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Blokzijl was natuurlijk de coming man. Het grote talent wat, nou, ze waren heel blij dat hij dan eindelijk zijn contract verlengde, weet je wel. Nou hebben we hebben hem binnenboord gehouden, weet je wel zo. En dan begint de competitie en dan. Dan speelt hij niet. Ik ken de reden niet. Dan moet ik nou eerlijkheid zeggen. Maar ik zou die Blokzijl wel opstellen, denk ik. Want ja, zo komt het natuurlijk niet goed met die jongen. Die moet wel gaan spelen. Nee. Hij zit op een leeftijd dat hij veel moet spelen. Ja, maar je zegt dat hij verdedigend net even wat tekort komt ten opzichte van Pearson. Maar dat hij er wel aankomt. En dat hij qua voetbalvermogen, zeker ten opzichte van Balken, voetbalvermogen natuurlijk veel meer in huis heeft. Hij kan veel meer voortzetten. Maar goed, ik neem aan, Groningen zou over het algemeen toch meer moeten voetballen dan verdedigen. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, tuurlijk. Ik begrijp, dus ja, dan heb je toch meer aan de voetbal. Ja, dan heb je meer aan timen. Ja. Ik heb het met Dick Lukien ook nog nooit over gehad. Als ik hem spreek, dan zou ik dus even vragen hoe het precies zit. Want ik, dat snap ik niet. Nee, maar het is heel bizar. Ik stond tijdens de training, zondag was de training. Ik stond even te kijken wie die hesjes aan hadden. Dus wie eigenlijk op de bank zouden zitten. Joh. Dat was het halve elftal van vorig jaar. Pelopessi, Blokzijl, Van Gelderen. Nou, noem maar op. De helft van vorig jaar had er ook niet veel van terechtgebracht. Oh, natuurlijk. Ja, nee. Dus ja. Nee, dat is ook waar. Je hebt er zin in, Jan, vandaag. Je vertelde net dat je heerlijk naar de dierentuin bent geweest. Ja, gisteren met je kleinzoon. Mijn kleinzoon heeft genoten. Ik vond het ook wel gezellig. Ja, eerlijk, ja, leuk man, dierentuin in Emmen. Ja. Dus nee, het is aan te raden. Ja, oké, heel goed. Ja. Maar die hele dag is vergald kennelijk door een wedstrijdje. Nee, laat ik mijn plezier niet door vergallen door zo'n wedstrijd. Nee, maar ik vond het. Ik vond de wedstrijd. Het is niet zo dat ik zeg, nou, we hadden een geweldige televisieavond gehad of zo. Nee. Nee, precies. Dus, ja. Nee. Maar, vond je ADO dan leuker? Want, nou, ADO heb ik. Weet je wat? Het is op dit moment wel moeilijk om allerlei wedstrijden goed te volgen zien. Want je ziet het niet zoveel meer. Nee, ze zenden lang niet alles uit. Dus ik heb een beetje naar een livestream gekeken ook van tegen ADO. Maar dat is ook lastig volgen hoor. Als je naar zo'n livestream kijkt, vind ik. Nee, dat is niet helemaal. Vind ik niet echt plezierig. Vind ik niet echt plezierig. Nee, en ik zat in PSV, die werd uitgezonden tegen Jong PSV. Maar anders, anders werd ik in het stadion gegaan. Precies. Toch wat van zien. Want die wedstrijd tegen ADO, laten we even bij pakken ook nog. Daar begon Groningen hartstikke goed. Ja. Toen het doelpunt en was het helemaal kwijt. Mooi doelpunt trouwens hoor. Ja, schitterend doelpunt. Maar, zeker. Maar die van der Sander die was gewoon ook echt wel heel goed. Ja. Maar goed. Dan zegt Lukien na de wedstrijd weer, ik zei het net ook al eventjes, dat hij nog weer refereert aan die open wond van vorig seizoen. En dat het nog labiel, dat zijn niet zijn woorden, maar dat het nog wat, dat het allemaal wat onzeker is nog. Dat het al snel, is dat slim om te zeggen, vinden jullie? Ja, vraag me af. Hij zoekt een verklaring. En weet je, Lukien is gewoon. En ik snap wel dat wat je ziet is wat je get. En weet je, ik denk niet dat Lukien daar ernstig over nadenkt of hij dat wel of niet moet zeggen. Maar misschien heb je wel gelijk dat je dat niet moet zeggen. Maar aan de andere kant, je zegt net zelf, er zijn ook veel ervaren jongens die ook denken, ja. Maar wat zeg jij nou, Jan? Want dan krijg je een beetje dat verhaal namelijk weer. Weet je, want dan wordt het natuurlijk door iedereen herhaald. Dan wordt het hier herhaald. Dan wordt het, weet ik veel. Hè? Ja. Maar kijk, na afloop van een wedstrijd moet een trainer ook wat zeggen. Ja. Dat is gewoon zo. Er wordt van hem verwacht dat hij iets zegt. Ja. Dus ze zeggen ook soms maar zo wat hoor. Ja. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat hij dit nou maar zomaar zei. Maar ik hoor trainers na wedstrijden en denk ook, jongeman, ze kletsen maar wat. Ja. Ja, ze kletsen maar. En als ze, dat is gewoon zo. En, heel anders dan in deze podcast. Ook. Hier, wij kletsen ook maar wat. Ja, wij kletsen ook maar wat. Maar en dan ook verklaringen van waarom die speelde en zo, weet je wel. Dan hebben ze allerlei mooie verklaringen. Vind ik altijd wel grappig. Ja. Want alles wat ze zeggen, daar zit ook wat in. Ja. Er zit absoluut wat in. Dus het is niet zo dat je zegt, wat onzin vertelt hij nu. Mm-hmm. Maar als je het anders gedaan had, hij het ook zo kunnen verklaren, weet je wel. En daar had natuurlijk, het ook zo in gezeten. Dus ja, zeg maar niet zoveel. Wat ik wel heel erg vind, ik heb Groningen ook vorig jaar natuurlijk een paar keer gedaan. Mm-hmm. De sfeer bij Groningen is zoveel beter geworden, zoveel anders. Ja, en dat heeft ook heel erg met Lukien te maken. Mm-hmm. Ja. Dat is een persconferentie ook. Het was altijd, daar kwam de grote Sinterklaas, waar moet ik dan binnen ongeveer? En dan, dat was zo'n afstand. Maar je merkt ook dat gewoon ook
de mensen die in dienst hebben, ze gewoon dan meteen ook met die afstand meegaan of zo. Ja. Nee, en nu is het weer gewoon een beetje een normale club aan het worden. Ja, maar dat is zo fijn. Zeker. En dat heeft Lokien me gedaan, maar dat heeft ook met het vertrek van Flederis te maken waarschijnlijk. Ja. Nee, maar goed. Je steeds meer verhalen over hoort. Ja. Dat echt niet zo fijn was wat daar gebeurde. Maar ja, weet je, die club begint weer een beetje met de benen op de grond. En dat zeker. Is fijn. Ja. Lokien is een prima trainer voor hem. Hij is een beetje vergelijkbaar met Jozef Oosting bijvoorbeeld. Zeg maar Jozef Oosting. Dat is ook zo'n trainer die gewoon helemaal down to earth is. Die helemaal zichzelf is. Ja. En dat die gewoon normaal is. Ja. Normaal tussen aanhalingstekens. Ja, dus dat zijn allemaal prima jongen, vind ik dat. Ja. Prima jongens. Ja. Dus, en die gun je het ook. En goed. Goeie trainer. Blijft erbij dat het allemaal slecht en slecht was, Jan. Deze wedstrijd voor jij. Slecht. Dat zeg ik, er waren een paar mooie goals bij. Uh-huh. Maar goed, ga dan door. Dat viel me dus tegen. En ik vond ook dat ze slordig speelden. En ik heb me niet echt vermaakt bij die wedstrijd, laat ik maar zo zeggen. Dan. Wat moet er dan gebeuren om dat wel te doen? Wat is het? Wat moet er gebeuren? Ik vind het. Er zijn toch al wat dingetjes. Ik maak me geen zorgen over FC Groningen. Dat wil ik niet, want ik heb dat doe ik niet. Nee. Maar er zijn toch wat dingen wat ik zeg die gewoon tegenvallen. Ja. Er zijn ook spelers die me tegenvallen. Kevin van Veen bijvoorbeeld, die valt me echt tegen. Waarvan ik van tevoren dacht, dat is een jongen, die gaat wel doelpunten maken, weet je wel. Nou ja, dat doet hij dus niet. En ook wat die jongens die aangetrokken zijn. Peersman, Rente. Daar zie ik het ook nog niet in, hoor. Nee. Moet ik eerlijk zeggen. Dat spelen het allemaal. Dus het aankoopbeleid is ook nog niet hier van. Dan komt die Emerande weer bij, weet je wel. Dan denk ik, is dat nou wel de man? Ja. Abraham, tot dusver heeft hij er helemaal niks van terechtgebracht. Bij Groningen ook wel geblesseerd geweest, dat weet ik ook wel. Maar die heeft al een hoop geld gekost ook. Iran dus begint erg lang te duren. Dat duurt me veel te lang. En als hij net weer een beetje begint te voetballen, dan is hij weer geblesseerd. Ja. Dus dat is ook... Daar heb ik ook niet zoveel vertrouwen in. Valente moet ook nog wel een paar stapjes bij. Want dat vond ik wel een talent, moet ik eerlijk zeggen. Maar die komt ook niet verder op dit moment. Blokzijl, die niet speelt. Dat is ook wel pijnlijk eigenlijk, vind ik dat. Postema die natuurlijk geblesseerd is. Ook voor een raar verhaal voor het seizoen aan. Ja, ja. Niet op de elftal foto. En vervolgens... De grote man. Vonden ze ineens de grote man. Hoe kan dat? Ja. Mette, wat vind je daarvan? Ja, Matt is Matt. Die speelde net zoals hij vorig jaar speelde. Dat is een hele driftige speler. Ik vind Matt er nog niet zo slecht, hoor, Ik zit in team Matt. Nou, die heeft wel iets, moet ik eerlijk zeggen. Die heeft drive en die heeft snelheid. Die heeft ook wel een voorzet. Mm-hmm. Verdedigen is misschien wat minder. Ja. Maar Matt vind ik nog niet de minste. Nee, dat was gisteren ook wel goed. Nee. Ja, ja. Hij dwingt dat ook af, dat hij een lullige voorzetje, dat hij die naar binnen prikt. Ja. Had hij door dat hij scoorde? Met er wel, volgens mij. Ja, toch? Ja, of hij door dat weet je. Het was niet de bedoeling dat hij zou scoren. Nee, het was voorzet. Maar die keeper deed wat raars met die voorzet. Ja, dat deed hem niet goed. Ja. Het schijnt geen familie te zijn van onze Peersman. Nee, hij komt wel uit hetzelfde dorp. Dus dat vind ik wel serieus? Ja, dat had... Beetje het Volendam van België, hè? Frank Veenhoff van FC Groningen uitgezocht. Ja, waar kwam hij vandaan dan? Ja, dus dan denk ik, dan moet er wel ergens familie zijn. Maar de ene is donker, de andere is wat minder donker. Ja, precies, ja. Ja. Maar kan het nog steeds? Dat kan natuurlijk. Kan het. Ja. Nee. Bijzonder. Ja, Jan. Ja. Helmond Sport. Jij mag naar Helmond vrijdag ook, Simon. Zeker. Kijk je er naar uit al of niet? Ik kan niet wachten. Ja, nee, leuk toch. Ik ben bij Helmond Sport ben ik nog nooit geweest. Dat vind ik wel leuk. Ja. Mooi clubliedje. Ja, Helmond Sport. Ja, en zo goed doen ze het ook weer niet. Dus nee. Daar liggen kansen, zou je zeggen. Ja, maar is dat niet hoe je... Want dat is ook wat je... Dan krijg je een berichtje via Twitter. Oh, vorige week was er geen podcast. En dan Alfred Blauw was volgens mij. Die zegt van 6 punten, denk ik. Hè, 2 thuiswedstrijden. Wat denk jij? Weet je, ADO en Jong PSV. Dus dat is elke keer hoe je er weer ingaat bij FC Groningen. Elke wedstrijd denk je weer van deze moeten ze eigenlijk wel makkelijk gaan winnen. Helmond Sport uit. Helmond Sport uit. Ja, maar als je wat wil. Hè, en Groningen wil wat natuurlijk. Dan moet je dat soort wedstrijden ook winnen. Ja. En maar, dat vind ik wel. Ja, maar het is tot nu toe gewoon de helft van de wedstrijden niet gelukt om te winnen. Hè? Nee. Maar zo'n ADO heeft natuurlijk wel die jongen van Volendam, hoe heet die Veerman. Veerman. En dan die andere speler, die van Volendam. Die hebben wel goede spelers gehad, van Miechem. Nou, dat zijn wel jongens die echt in de eerste divisie bovenuit steken. Ja. Dat vind ik wel. En die zie ik bij Groningen nog niet op dit moment. Nee, en dat is toch wel gek, want die hebben het meeste geld. Ja, de Groningen heeft het grootste budget in ieder geval. Dus ook op dat vlak...
zou je zeggen, moet Groningen er bovenuit steken. Ja. Ja, financiële vlak. Maar betekent dat dat jij nu al, het is heel vroeg om te zeggen, nou, dat weet ik wel, maar dat je nu misschien in de winter toch nog even moet kijken. Ja, hè? Dat wou ik net zeggen, in de winter, ik vind wel, zoals het er nu voor staat, vind ik dat er in de winter in ieder geval scorend vermogen bij moet komen. Ja. Dat moet erbij komen. Ja. Waar spelers afscheid van nemen, de Iran-dusjes misschien. Nou, de, ja, als dat zo doorsukkelt, dan vind ik wel, dan kun je ook best wel zeggen van tot ziens, ja. Weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, tot ziens of vaarwel. Nou, leuk dat je geweest bent, maar ja. Het is nu morgen weer zo. Ja, ja. Nee, ja, dat vind ik wel. Maar de scorend vermogen moet erbij, dat vind ik wel. Ja. Ja. Of die Van Veen moet ineens de geest krijgen, maar ik weet het niet. Ik, nee, ja. Nou, ja. Nee. 3, hè, nu al. Ja, hij schiet mooi op. Ja. Is het, dat lees ik dan nu ook weer hè? Is ook, dus over iedereen vond het niet al te best gisteren en de afgelopen wedstrijden. En dan zeggen ze, dan krijgen ze nu weer, dat je zegt van ja, maar Gudde als en directeur en als technisch directeur eigenlijk, is dat wel een handige combinatie? Oh, dat vind ik sowieso geen handige nee? combinatie, okay. Nee. Maar goed, ja, dat is nu helemaal zo. En, ja. Veranderd, gaat ook weer veranderen. Denk je? Maar hier hebben ze wel vrij bewust voor gekozen. Ja, vrij bewust voor gekozen. Ja, goed, dan is hem Veldmaten natuurlijk als een soort van technische directeur. Die heet dan anders. Ja. Maar die heeft toch wel op technische vlak behoorlijke vinger in de pap. Dus ja, zoals nu kan met Veldmaten erbij, kan dat wel, denk ik. Oké. Okay. Ja. Maar goed, ja. Hoe groot is de rol van Veldmaten dan geweest in de samenstelling van deze selectie? Ja, nou ja, de eerste, ook een groep niet natuurlijk. Hè, mm-hmm. Maar hij heeft natuurlijk wel een aandeel in die komst van Emerson. Ja. Denk ik zo. Hij kent mm-hmm. Kajers, van Ten Hag meegemaakt bij Ajax. Dus die kennen elkaar goed. Dus dat zal ongetwijfeld gebeld zijn tussen die twee. En daar heeft hij wel een aandeel in. Ja. Ja. Maar dat pakt nog niet echt geweldig uit. Nee. Nee. Maar ik heb in Henk wel vertrouwen, moet ik zeggen. Ja, hoor. Ja. Ik kan me herinneren dat Henk die had ook met Surlot bijvoorbeeld. Hè. Surlot, mm-hmm. Die werd helemaal weggehoond hier. Ja. En er was eigenlijk nog maar één die er echt vertrouwen in had. Of nee, niet, dat is niet waar. Maar Henk die zei altijd wel van, Surlot, dat is een goede speler, zei Henk. Weet je wel? Nou ja, dat heeft hij toch wel goed gezien. Weet je. Zeker, ja. En met Matas was ook zo'n gevalletje. Ja, dat Matas, je ook dacht van, dat is helemaal niks. Helemaal niks. Maar nee. Henk was toen ook, die zei, Matas is een goede speler, die moeten we houden, weet je wel. En nou, die heeft het bij Groningen gewoon goed gedaan. Dus er is een kans dat Emerson, nou, misschien niet eens bij FC Groningen dat, maar later in de toekomst nog een hele grote speler gaat worden. Ja, Henk kan er ook een keer naast zitten natuurlijk. Okay, dat kan ook. Ja, maar is toch, je ziet wel dat het gewoon een hele goede voetballer is. Dat is het beroerde. Ik heb het gisteren niet gezien. Nee, gisteren niet. Nee. Nee, maar als je hem ziet lopen en trainen, dan het is echt wel een goede voetballer. Ja, nou ja, ik, nee, hij laat hem, ik ben met je eens hoor. Tegen ADO was hij wat beter dan gisteren. Ik vind het te vroeg om beoordelen, te veroordelen. Dat is te vroeg. Maar gisteren was hij niet. Nee. Ik snap dat dit een lastige vraag is, want het is natuurlijk heel moeilijk ook in die eerste divisie om alle teams goed te volgen. Ja. Daarvoor is het schakelprogramma een veel te chaotisch programma. Kun je niet heel veel live zien. Maar zijn er clubs waarvan je zegt, die zijn zoveel verder dan FC Groningen op dit moment? Ik weet niet in hoeverre hoe goed Roda JC de koploper nu is bijvoorbeeld. Maar dat is ook zoiets. Roda JC, die doet het prima. Ja. Maar daar heb ik niet echt een heel goed beeld bij natuurlijk. Nee, ik kijk dan wel zoveel mogelijk naar die samenvatting, daar weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar ja, daar kan je toch niet uit een samenvatting kun je niet een goed beeld krijgen. Ze doet het prima. Hè? Die jongen, Siebum, die doet het goed natuurlijk. Die is hartstikke prima zo. Ja, ja. Maar of ze heel veel beter zijn, dat weet ik niet. Nee, precies. Dat is allemaal dus het is lastig nu in te schatten. Ja, lastig. Ja, het is sowieso van tevoren lastig in te schatten. Ja. Want je kent al die clubs niet zo heel goed. Nee. Je ziet minder. Kijk, je ziet veel minder. Eerder zag je altijd. Ja, precies. Kon je veel beter over oordelen. Ja. Dat is waar. Maar goed. Ja. Maar Groningen staat nu vijfde. Wat is het, geloof ik? Dat zeg ik nu even snel uit mijn hoofd. 5 punten achter en 3 punten achter op de tweede plek die recht geeft op promotie. Nou, maar we zijn Jan, eigenlijk is er helemaal niks aan de hand. Nee, maar we zijn ook in het stadium van de competitie dat helemaal nog geen niet bepalend is. Maar, nee, precies. Maar dat wil ik ook maar dan mee zeggen. Nee, dat alle kansen nog op kan. Toch? Zeker. Maar ik zeg ook niet dat Groningen geen... En er zijn echt meer ploegen als Jong PSV hoor, waar ze gewoon punten gaan pakken, toch? Dat is, ik zeg niet dat Groningen niet 1 of 2 kan worden. Zeker helemaal niet. Want ik heb gewoon nog steeds hoog zitten hoor, wat dat betreft. Maar... Maar het valt nog niet mee. Nee, het valt me nog niet mee. Nee. Dat is de conclusie. Ja. We gaan het zien dan vrijdag. Helbelsport. Zeker. Daar moet het dan maar gebeuren. Zeker. Simon, dankjewel dat je er was. Ik heb goede moed, Thijs. Ja? Dat scheelt. Mooi. Ja. Wat neem je mee in de auto?
Jan nam al een zakje dropjes appeltje, mee, geloof ik. Een appeltje en een zakje cashewnoten. Goed, jongen. En kijk naar de temperatuur, want dan moet je ook dat, dat eitje meenemen. Dat Jan altijd meenemen. Ja, maar zover is het nog niet, hoor. Nee, wanneer doe je dat? Vanaf wanneer deed je dat? Als de Zuidlaardermarkt was geweest? Het begon te vriezen in die periode. Dus het, echt, ja? Ja. Okay. Wat moet ik dan meenemen? Een ei? Nou, dat is zo'n dingetje. Dat kun je, dan moet je aan een stopcontact doen. En dan krijg je, dat is dan lekker warm. Als je in je zak steekt, dan steek je handen in de zak. Dan hou je je handen een beetje warm. Het zijn allemaal pro-tips, hè? Zijn ja, jongen. Dat doe je voordeel mee, ja, Simon. Ik heb alles wat Henk daarover. Of Jan erop zegt dat zei ik me. Ja, een warm eitje. Dankjewel. Dankjewel, Jan. Ja. Tot volgende week. Graag gedaan. Doei. Doei. Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen.